AZN is een nieuwe zwemvereniging, Artistiek Zwemmen Nijmegen. Oftewel synchroon zwemmen, dat is wat wij doen. Dat deden we voorheen in Eindhoven 4 keer per week. En bij andere verenigingen. En nu hebben wij sinds 1 januari besloten om het in Bemmel vorm te gaan geven. Zodat we dat dichter bij huis kunnen doen. Er is nu dus een vereniging dichter bij huis. Maar de kwaliteit van de training is natuurlijk het belangrijkste. Nou ja, in Eindhoven bij PSV gaven ze goede trainingen. En daar hadden de zwemmers, had de zwemmer het naar zijn zin. En nou ja, je gaat voor de kwaliteit, ga je ergens naartoe. En dat konden we vinden bij PSV. Maar we hadden ook zoiets van, ja, kunnen we de kwaliteit niet zelf hier ook neerzetten? We hebben in de afgelopen 10 jaar heel veel geleerd wat betreft artistiek zwemmen. Wat wij geleerd hebben in de afgelopen 10 jaar, dat passen we nu toe. En dat verbeteren we of passen we aan naar onze eigen stijl. En zetten we dan op die manier in. Noah beoefent deze sport al 10 jaar en weet dus wel wat het zo leuk maakt. Ik denk dat het heel uitdagend is en het is eigenlijk, ja, het is nooit hetzelfde. Dus je kan eigenlijk altijd, ja, je kan altijd jezelf uitdagen en altijd verder trainen. Dus het is eigenlijk nooit saai. Je hebt echt uithoudingsvermogen nodig. En je moet natuurlijk sterk zijn, lenig. Ja, en hard trainen. Onze verslaggever probeerde het ook zelf uit. Ja, jij hebt het geprobeerd. Hoe vond je het zelf gaan? Ja, niet heel best. Dus lastiger en vermoeiender dan ik dacht. Maar vond je het wel leuk om een keer te proberen? Ja, om te proberen wel. Maar ik denk dat ik het toch mooi op het voetbal hou. Een goede indeling van de training is belangrijk voor de ontwikkeling van sporters. Bij AZN doen ze dit daarom ook in goed overleg. Trainingen die op dit moment... Wij zijn van mening dat een sporter best voor een heel groot deel zelfregie mag hebben tijdens zijn training. Dus de sporter die bepaalt eigenlijk min of meer mee wat er tijdens de training gedaan wordt. Daar wordt dan natuurlijk wel naar gekeken of dat allemaal wel past. Maar dat is eigenlijk hoe onze trainingen hoe de basis van onze trainingen is dat wij dat samen met de zwemmer invullen. En uiteindelijk hebben we dan een programma wat bij de zwemmer past.